Hi, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. De nieuwe Essence Update. Ik heb niet alles. Ik heb wel veel. We gaan het gewoon proberen. Ik heb mijn skincare al opgedaan. Ik heb mijn bril erbij. Dan gaan we beginnen. Dit is een beetje vies. Sorry daarvoor. Met de Essence Wonderful Primer 5-in-1. Dat is deze. Die heb ik in de kleur 10 Light Medium. En er staat SPF 30. Niet hierop rekenen voor je SPF. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Priming, hydrating, pore minimizing en evens de skin tone. De 5-in-1 primer effect effent de huid en maakt de poriën zichtbaar kleiner of minder zichtbaar. Met hydraterende aloe vera en SPF 30. Nou, zou ik die moeten schudden? Laat ik het maar even doen. Dit is het. Er staat niet dat je hem ook kan gebruiken als je basisproduct. Hoewel het wel een kleurtje heeft. Het geeft een goed. Dat rode is nu van het wrijven, hè? Dus dat is niet de reactie op de primer. Ja, weet ik niet. Dit moet ik vaker proberen, maar ik zie wel een beetje pore minimizing, denk ik. Vooral hier. Ja, het doet natuurlijk niet heel veel voor de roodheden in mijn gezicht, maar dat verwacht ik van dit product ook niet. Nou. Dan heb ik een nieuwe concealer, deze. Maar deze bestaat al een tijdje hoor. Ik heb hem alleen nooit geprobeerd. En dit is de Healthy Glow versie. Longlasting en waterproof. Een ultradekkende concealer met een stralende finish. Langhoudend en waterproof. Nou, dit is de kleur 10 Light Ivory. Dit heet ook de Healthy Glow Concealer. Deze hebben ze ook in een matte versie trouwens. Dus ik dacht, deze gaan we proberen. Een beetje op de roodheden van mijn gezicht voordat ik de foundation op doe. Oh! Dit is een Morphe kwast. Oh, hij is heel licht. Oh. Oké. Hij is niet volledig dekkend. Maar. Oké. Wat is dit? Oké. Nou, niet slecht. Als concealer hebben ze, of foundation hebben ze niks nieuws. Dus ik gebruik de Essence Fresh and Fit Foundation met vitamine complex. Dit vind ik een fijne foundation. Een beetje op mijn hand. En ik doe altijd een beetje zo. Waar ik denk dat ik het makkelijkste
kan verdelen. Zo. En dan pak ik mijn Sheetcreme spons. Zo. En dan zit de foundation erop. Wat ik niet heb, is zijn nieuwe wenkbrauwproducten. Gewoon omdat die er niet waren, volgens mij. Dus ik gebruik even mijn Catrice Color Fix. Ik ben helemaal into die. Als basis, zeg maar. Zo, even laten drogen. Ja. Dan hebben we twee contourproducten. Nou, drie eigenlijk. We gaan eerst de lippen doen. Dit is de Super Peptide Lip Treatment. Glossy Lip Treatment. En wat zeggen ze dan? Een dag en nacht lipbehandeling met een glanzend en ultra voelend effect. Meer zeggen ze niet. Het is een klein tubetje. Het is wel een lange tube, maar dun. En het heeft een het ruikt wel zoet, vind ik. Het voelt een beetje dik. Het ruikt een beetje naar schuimpjes of zo. Het is wel heel glanzend. Oké. Oké. Hier heb ik grijze haren, hè? En dan gaat het zo pluizen. Nou ja, goed. Ja. Dan hebben ze bronze drops. Maar ja, ik ga dit niet gebruiken. Kijk deze kleur. Kijk deze kleur. Hier word ik een Oompa Loompa van. Gaan we niet doen. Ja, sorry. Ga ik gewoon niet doen. Ik heb geen behoefte om een Oompa Loompa te zijn. Dan hebben ze een contourstick uitgebracht. En dit is de lichtste kleur. En dat ziet echt uit als een goede kleur. Eerlijk is eerlijk. En dan hebben ze de Baby Got Bronze. Ja, dit is de lichtste kleur. Ook een contourkleur.
En ik denk dat ik die wil gebruiken. Die is heel grijs. Maar. Ik denk wel dat ik dat wil. Ik neem de kleine kant en dan zet ik een streep. En dan ga ik dat blenden. Dit is net als bij de blush, dat er gewoon uit het midden wat komt. Ja, dit is een goede kleur zeg. Je kan hem ook weer dichtdraaien, zodat hij niet opdroogt. Ja. Dit is een goede kleur. Even mijn handen schoonmaken. Dit is een goede kleur. En ik vind dat hij mooi blendt. Ja, prima. Echt helemaal prima. Ja hoor. Goed gedaan, Essence. Goed gedaan. Dan hadden ze een nieuwe kleur van de Baby Got Blush. Dit is de Baby Got Blush en dit is de kleur 40 Sweets and Roses. Dus zo'n klein opdraai. Hier heb ik ook de contour en een andere blush van. Dit is de kleur. Is op zich niet een kleur waar ik snel voor ga. Ik doe het gewoon zo vanaf de stick en dan... Oh, er komt wel genoeg pigment af. Ja, er komt genoeg af, zeg maar. Even een beetje beter blenden. Maar er moet nog poeder overheen, hè, dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Ja, mooi. Mooi ook met die... hij werkt mooi samen met die... ik gooi alles om. Met die... contour heet het. Het heet een contour. Die lip treatment is echt heel dik. Ik blijf een beetje zo. Ja. Dit is best mooi toch? Ben ik nou gek of is dit gewoon echt wel een prima kleur? Even de randen een beetje. Ja, toch. Ja, dit is toch leuk. Dit is leuk. Ja. En hebben ze ook een nieuwe Baby Got Holo Glow. Deze. En dan weet ik niet zo goed wat ik daarvan vind. Zie je dus shiften in? Kijk. Zie je dat? Ja. Ik weet het niet zo goed, maar ik ga het met mijn vinger aanbrengen. Ik weet dat sommige mensen brengen het hier aan en zo, maar dat, nou ja, goed. Ik wil het hier aan de zijkant.
Ja, weet je, ik heb een grote haar. Ik zie er zelf niet zo heel veel van op mijn gezicht. Maar ik ga het wel gewoon een paar keer proberen en dan kom ik er nog wel op terug wat ik er werkelijk van vind. Het ziet er wel mooi uit zo. Ik moet even hier nog een beetje die contour blenden, want het leek net alsof ik een vlek had daar. Laat ik heel even mijn onderogen poederen. En ik weet het, er bestaan geen onderogen. Maar goed. Dit is de Pat McGrath poeder. Maar ik moet zeggen dat die concealer nog niet heeft gecreased. So far, so good. Dan hebben ze 3 nieuwe liquid eyeshadows. Heel grappig. We hebben natuurlijk de Luminous Eye Tints al. En nu hebben ze de Liquid Matte Eyeshadow Waterproof. Met een powdery finish. En dan zeggen ze Liquid Eyeshadow. Matte verschijning, droogt als poeder, waterproof en creaseproof voor een strak resultaat. Dit is de kleur 01 Bare Bliss. Ik zal ze even swatchen. Dit is de kleur 01 Bare Bliss. Dan heb je 02 Cacao Crush. Het is een beetje moeserig, heb ik het idee. En dan heb je 3 Peach Pop. Nou, die Peach Pop gaan we vandaag niet gebruiken. Want ik hou het een beetje simpel. Ik neem de Bare Bliss. Over mijn hele ooglid. En dan een beetje erboven. Want hangende oogleden. En dan gaan we dat blenden. Alleen de randen. En dan krijg je een hele mooie natuurlijke kleur. Wauw. Dat vind ik heel cool. Dit is natuurlijk ook wel een beetje echt mijn kleur. Een beetje, ja. Barely there. Zeg maar. Ik doe nog een beetje hier erbij. Een beetje donkerder maken. Beetje meer tint. En dan alleen de randen. Ja, dit blendt ontzettend makkelijk uit. En maar het blendt niet weg of zo. En dan doe ik de donkerdere kleur een beetje hier in het uiteinde. Een beetje diepte. Ja. Wauw.
Kijk, met aanbrengen is het wauw. Weet natuurlijk niet hoe het draagt, hè? Je moet gewoon een beetje, het moet wel gelijk zijn qua kleuren. Ik heb het gevoel dat deze nu donkerder is dan deze. Dus dan doen we hier gewoon een beetje bij. Ja, zo moet je er een beetje mee spelen. Zo speel ik er gewoon een beetje mee. Totdat ik gewoon heb wat ik wil hebben. Ik neem even een fluffy kwast. Even de randen goed. Ja, het voelt poederig aan, gewoon. Maar je kan er een hele mooie, simpele ooglook mee maken. Ik doe even mijn wenkbrauwen. Volgens mij is mijn hond thuis. Die waren naar het strand. Altijd in het weekend doet Dennis dat met de honden. En Wessel is, ja, beweging bij de voordeur zie ik nu. Wessel is naar München. Die stuurde mij net een appje met de sluiting gisteren van het concert van Adele. Ze waren gisteren naar Adele. En ja, het zag er hartstikke indrukwekkend uit. Ik ben geen hele grote Adele-fan, moet ik zeggen. Ik vind het een beetje zeikerige muziek eigenlijk. Maar goed, hij was ook naar Pink en naar Taylor Swift en van alles is hij geweest. Ja, dit is toch echt een super mooie look geworden. Even de wimpers krullen. En dan heb ik de hoe heet dit? Lash Without Limits. Dit is een zwarte versie. Ik zit helemaal onder de slijpsels nu. Zo. Ja, het is wel moeilijk om een beetje te praten en je mascara te roepen. Een of andere. Kijk, dan gebeurt er dit. Even laten drogen. Shit. Het
komt omdat ik me ineens gehaast voel. Even laten drogen. Niet in paniek raken. We gaan de lippen doen. Die lip treatment even eraf. Dan heb ik twee van de nieuwe potloden. Maar volgens mij hadden ze deze al. De 8 Hour Matte Comfort Lip Liner. Maar de andere kleuren of zo. Dit is Because It's Iconic. Dat is deze. Die vind ik heel mooi. En 10 The Perfect Shade. Dat is deze. Die gaan we gebruiken. Best romig, maar niet te. Goed pigment, komt af. Ja, ziet er mooi uit. Ik hou van dit soort bruine kleuren. En dan hebben ze als laatste, ik ga zometeen die mascara opruimen hoor. Als laatste de Soft Touch Lip Mousse. En daar zeggen ze over. Een vloeibare lippenstift, hoog gepigmenteerd lippenstift met een mousse textuur en een matte finish. Voelt licht aan en droogt de lippen niet uit. En dit is de kleur 01 Fuel Your Passion. Ik vond ze allemaal een beetje, ja, donker wel. Weet ik weet het niet. Deze heb ik ook een dergelijk iets van Charlotte Tilbury en van Anastasia. Het is niet zo donker als ik dacht. Het is een beetje peachy. De liplijn is inderdaad iets donkerder. Dat vind ik leuk. Nou, hij is niet zo donker als dat ik dacht. Het voelt een beetje, ja, velvet. Nou ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Het voelt heel zacht. Even een wattenstokje pakken voor. Dit weg te halen. En dan even als laatste met een spoelie. Zo. Nu wil ik een klein beetje extra poeder. Om. Ik heb heel mijn gezicht nog niet gepoederd. Oké. Even de slijpsels weggooien. Oh, dan gooi ik het nu in een doosje waar nog spul in zat wat ik moet gebruiken. Wat vind ik hiervan? Ja. Ah, het is best oké. Ik ben niet helemaal tevreden over die liplijn.
Het komt omdat deze lip is ronder dan die kant, zeg maar. Zo. Het voelt heel licht op je lippen en het voelt heel zacht. Echt alsof je fluweel op je lippen hebt. Nou. Dit is de look zonder poeder. Wat vinden we ervan? In de ogen echt superleuk. Dat is een superleuk product en heel makkelijk in gebruik. Ja, ik vind eigenlijk niks slecht. Ik heb natuurlijk geen wenkbrauwproduct geprobeerd, omdat ik daar niet zo geïnteresseerd in was. En ik heb, omdat ik koop alles zelf, hè. En dan koop natuurlijk de dingen waar ik geïnteresseerd in ben. En de dingen die ik ook, zeg maar, echt ga gebruiken. Want het heeft voor mij geen nut om dingen te kopen met mijn eigen geld. En dan vervolgens lekker af te kraken voor jullie. Maakt wel hele leuke content, maar daar ben ik niet zo van. Ik heb dan meer zoiets van, ik wil graag dingen proberen waarvan ik denk, ja, dat is wat voor mij. En dat ik het ook blijf gebruiken. Dus ik heb heel weinig dingen die ik afkraak, omdat ik vaak de dingen zoek waar ik sowieso al een interesse in heb. Dus dit was de Essence Update 2024 voor de herfst en de winter. Ja. Laat weten wat je ervan vindt. Doe een duimpje omhoog. En zie ik je graag bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!